De kernwaarde van langtermijn denken wordt volgens Hans Limapo, directeur FHR School of Business, onvoldoende benut. Hij gaf dit gisteren aan tijdens het openingscollege 2022-2023 van zijn school. Het thema was Thinking Beyond the Horizon. Limapo, die de bachelor- en masterstudenten toesprak, zegt dat het idee van tijd gewijzigd moet worden als er gekeken wordt naar het verleden, het heden en de toekomst. Dit moet gezien worden als het geheel van verschillende niveaus en niet meer los van elkaar. Wat betekent dit voor onze manier van denken? Ons denken is noodgedwongen erop gericht om de toekomst tegemoet te treden als iets dat in wezen onbekend, onzeker en ongrijpbaar is. Maar de ervaring leert dat we ons ook in die leefomgeving door kritisch en creatief denken een voorspoedige weg kunnen banen. De toekomst is vol geheimen, enigma's, mysteries en onbekend terrein. Of we ze willen aanpakken is aan ons. Elk moment biedt de mogelijkheid om bij tegenspoed het getij te keren. Dat zou genoeg moeten zijn voor ieder om in de toekomst te geloven. Maar zo eenvoudig is het niet. De keynote spreker tijdens het openingscollege was Mario Mirhai, directeur van Assuria NV. Terwijl minister Rishmakul Dipsing van Economische Zaken optrad als gastspreker. Mirhai vertelde de studenten dat zij bereid moeten zijn te volharden ten einde hun doel te bereiken. U begint vandaag aan een mooie episode in uw leven. Beperk uzelf niet in uw mogelijkheden. Durf grensverleggend te denken. Verdiep u in de wereld van het innoveren. Bepaal uw ambitie. As if the sky is the limit. The road to success is never an easy one. U zult op obstakels stuiten onderweg. Maar volhard en geef niet op. Denk oplossingsgericht. Dat is ook een vorm van positie kiezen naar een gewenste horizon. Dan komt het zeker goed. Good luck. Ik hoop dat ik het nodige bewijs heb geleverd van de stelling. De bewindsvrouw onderstreept dat de studenten niet alleen voorbij de horizon moeten denken, maar dat zij integriteit ook hoog in het vaandel moeten houden. Laat u zeker niet misleiden en gooi de investering die u nu in uzelf gaat plegen niet te grabbel. Educatie wordt menselijk kapitaal genoemd vanwege de substantiële bijdrage aan economische groei. En hier helpt het hoger onderwijs bij de ontwikkeling van menselijk kapitaal, productiviteit, creativiteit, armoedebestrijding, stimuleert ondernemerschap, technologische vooruitgang, empowerment van vrouwen, sociale ontwikkeling, gezondheidsbewustzijn en andere gebieden waar economische ontwikkeling kan worden gestimuleerd. Tijdens de opening van het nieuwe collegejaar van de FHR School of Business hebben de excellente studenten, docenten en klas van het schooljaar 2021-2022 een erkenning ontvangen.